Welkom bij het Vogelhospitaal. Normaal zouden wij op deze dag onze deuren openen voor onze jaarlijkse open dag. Door corona kan dat dit jaar helaas niet doorgaan. Daarom openen we vandaag onze digitale deuren voor een exclusieve rondleiding over ons terrein. Met mij, Johan Verheij, als jullie gastheer. Hier op het terrein staat normaal de natuurmarkt. Maar ja, vandaag dus niet. U ziet hier alle auto's staan van die keiharde werkers die hier zijn voor het Vogelhospitaal. En normaal staan hier ook de ambulances geparkeerd. Maar ja, daarvoor zijn we natuurlijk niet hier. Dus kom mee, we gaan naar binnen. Oké, Johan. Dan praten wij ondertussen even met de voorzitter. Nou, we hebben een aantal, als we het Vogelhospitaal, een aantal kernwaarden geformuleerd. En dat houdt in feite in dat we zeggen, we zijn toonaangevend. Dat we zeggen, we hebben toch de top of the bill behandelmethodes. We proberen ook daarin bij te blijven. Door de schaalgrootte van ons hospitaal kunnen we ook een aantal dingen meer dan de wat kleinere hospitaals. We zijn innovatief in de zin dat we proberen in te spelen op de veranderingen die eraan komen. Dat kunnen van allerlei aard zijn, dat kunnen nieuwe behandelmethodes zijn. Waar we gebruik van willen maken. Het kan zijn dat het wet en regelgeving is die verandert. Al die dingen, daar moeten we ons dingen aan de pols houden en daar moeten we tijdig op inspelen. Zodat we niet met verrassingen achteraf geconfronteerd worden. Nou, dat is belangrijk. Een van de andere dingen die we zeggen is dat we een veilige omgeving voor mensen bieden. We werken met vrijwilligers. Er zijn ook allerlei vrijwilligers die weer in de vorm van een dagbesteding zijn. Daarom is het belangrijk dat het een beschermde omgeving is, maar dat er ook als zodanig gevoeld wordt. In combinatie daarmee, we hebben dus oog voor de mens, we hebben oog voor de dier. En een van onze kernwaarden is dan ook dat we die samenpakken. Samen zorgen dat zowel dier als mens goed uit de voeten komt. Ik denk dat wij ons onderscheiden door dat we toch een hele professionele organisatie zijn. Dat we werken met betrouwbare vrijwilligers. Dat we ook een professionele organisatie zijn. In de zin van dat we met plannen werken, met jaarplannen, maar ook met meerjarenplannen. Dat we onze activiteiten budgetteren, dat we daar ook op sturen. En dat is toch heel belangrijk, want wij krijgen niet automatisch geld van allerlei instanties. Dus wij moeten afhankelijk van donateurs en allerlei andere dingen, zoals legaten, sponsors en dergelijke. We lopen hier langs de uitwendkooien en hier zie je allerlei vogels die je ook in je eigen tuin kan zien. Kauwtjes, graaien en duiven. Heel veel duiven. Er worden jaarlijks zo honderden duiven hier naartoe gebracht. In 2017 zelfs 1200. En merels. Sommige kooien worden gesponsord, zoals deze kooi hier. De kinderen van de Lorenzschool in Hilversum hebben een sponsorloop gehouden om deze kooi te kunnen sponsoren. Moet je er niet mee. Dit is de couveuse ruimte en deze ruimte is heel hard aan renovatie toe. Kees Bruining, onze penningmeester, kan daar meer over vertellen. Deze couveuse ruimte is nodig aan de renovatie toe. We hebben hier een heleboel couveuses die eigenlijk vervangen toe zijn. Ze zijn stuk, ze doen niet meer, de deuren hangen. We hebben daar al geld voor gekregen van een fonds om die te vervangen, alleen de ruimte zelf moet ook nog vervangen worden. De vloer, de wanden, dus eigenlijk moet het een en ander gesloten worden, want vrijwel waar je vogels hebt, heb je ook muizen. Dus dan moeten we zorgen dat het ook muiswereld wordt, want dat kost altijd extra geld, dus daarom slopen. Tenminste de wanden dan aan de binnenkant en een muis resistent maken. De vloer moet gedaan worden, het plafond moet gedaan worden. De bedoeling is om hier een combi van te maken. Dus de keuzeruimte waar dus meer keuzes in kwijt kunnen. Want we hebben nu een tekort. Omdat de keuzes die we nu hebben nogal groot zijn. Ook heel veel energie gebruiken. Ik vertelde net al dat we geld hebben gehad voor de keuzes. We hebben begroten dat we voor de hele renovatie van deze bevuizenruimte, annex voedselkeuken,
Want we doen een gedeelte daarvan waar goed op kijken wordt. Een bedrag van ongeveer 40.000 euro nodig. Dat is natuurlijk een heel groot bedrag. Dat kunnen we niet uit onze eigen grootte halen. Van de gemeentes krijgen we wel iets, maar onvoldoende. Van sommige gemeentes niet eens krijgen we een bijdrage. Dus dit moeten we echt uit ons eigen. Van onze donateurs, van bepaalde fondsen hebben, die ons wel gezind zijn. En we hopen dat dat dan ook gaat lukken. Bijna elke couveuse zit vol met hongerige jonge vogeltjes. Deze moet elke 30 tot 45 minuten gevoerd worden. En dat is een flinke karwei. Gelukkig hebben we enthousiaste vrijwilligers die er graag bij helpen. We gaan snel verder, want eerlijk gezegd stinkt hier wel. Aan deze kant van het terrein zitten weer heel andere vogels, zoals de steltloper en de schoolekster. Die zitten hier. Hier hebben we nog een deur. Even kijken. Wasmachines. Ook nodig in een bedrijf als dit natuurlijk, want er wordt heel veel vies. Maar we gaan terug naar de vogels. Hier, echt dieren waar ik echt wel een beetje van hou, ik vind ze heel leuk, zijn namelijk de uilen. En die uilen, ja, dat zijn toch prachtige beesten. Kijk ze nou naar ons kijken met je grote ogen van... Dan komen we aan bij een heel bijzondere vogel. Dit is Iwan. En Iwan, anders dan de naam doet vermoeden, is een zij. En zij is een koningsbuizerd. En Iwan woont hier al heel lang. Je woont hier al zeker 20 jaar. Dus als je hier geweest bent, heb je er vast al een keer gezien. Iwan blijft hier ook, want de baas van Iwan die komt er nu ophalen. En tegelijkertijd mag ze ook niet zomaar in het wild worden losgelaten. Hé, Iwan? En Iwan blijft hier nog wel even, hè? Ja, gezellig. Je vraagt je misschien af waarom Iwan in zo'n relatief klein kooitje zit. Nou, Iwan is helaas niet meer wild en kan helaas niet meer vliegen, dus ze heeft ruimte genoeg op deze muur. En dan zijn we nu bij de plek waar de zieligste vogels zitten. Ze zijn net binnengebracht en vaak ziek, oververmoeid en in ieder geval niet helemaal lekker. We gaan even binnenkijken, maar wel zachtjes. Vogels die bij het vogelhospitaal binnenkomen, worden eerst onderzocht door een van onze medewerkers. Als het nodig is, consulteren we daarbij een dierenarts. Vervolgens wordt de vogel naar een van de 111 kooien in de ziekenboeg gebracht. Op de kooi hangt een briefje met alle relevante informatie. Om dat allemaal goed te kunnen registreren, hebben we speciale software, zodat we altijd alles over de vogel kunnen terugvinden wat we weten. Wat voor vogel is het? Waar is die gevonden? En wanneer? Wat is er met de vogel aan de hand? Welk behandelplan hebben we opgesteld? En wat voor medicatie heeft de vogel nodig? Als de vogel weer voldoende is aangesterkt, gaat deze naar een van de uitwendkooien. Afhankelijk van de soort zoeken we de juiste kooi erbij. Hier kan de vogel weer leren vliegen en verder aansterken totdat hij of zij weer vrijgelaten kan worden. Deze grote buitenkooi is voor de watervogels, de zwanen, de ganzen, de eenden. En voorheen was dat hek dat daar zit aan de onderkant doorgeroest, waardoor er allemaal vogels van buiten afkwamen om het eten hier te stelen. Gelukkig is ondertussen het hek gerepareerd en wordt het voer alleen nog maar opgegeten door onze eigen vogels. We staan nu in de kantine. Dit is de plek waar vroeger alles gebeurde. Hier werden bijeenkomsten gehouden, de bezoekers ontvangen, er werd gewerkt, er werd koffie gedronken. Nog steeds, trouwens. Maar goed, dat is nu anders. Want deze ruimte is nu alleen maar bedoeld om koffie te drinken. Vroeger stonden hier ook nog allerlei diersoorten, vogelsoorten, papegaaien vooral. En die praten nogal graag. Nou ja, als je dan hier zit te vergaderen, is het natuurlijk ook wel een heel ding. Dus de meeste papegaaien zijn ondertussen verplaatst. En deze zijn heel rustig. Van het oude gedeelte lopen we nu het prachtige nieuwe gerenoveerde gedeelte in. Hier zijn bijvoorbeeld mooie nieuwe toiletten. En een hele state-of-the-art behandelruimte. Prachtig. En natuurlijk de ontvangst.
Hier zit Annette. En Annette is degene die iedereen hier ontvangt, die met zijn vogels aankomt. En dat is natuurlijk een superbelangrijke taak. Absoluut. Nou, we staan hier bij onze ingang, zeg maar. Dit is waar wij de nieuwe vogels of bezoekers ontvangen. Je kan het een receptie noemen, een ontvangsthal. Dit hebben we pas geleden helemaal verbouwd, omdat wij het belangrijk vonden dat we een logischere route kregen, dat bezoekers wisten waar ze naar binnen moesten. Maar ook om zeker te zorgen dat we meer zorg aan de dieren konden besteden. Vroeger hadden we een hele grote behandelkamer waar iedereen binnen viel. En als er dan 30 mensen stonden, dan voel je best niet druk. Nu hebben we dat gestroomlijnd logischer gemaakt, eigenlijk afgekeken ook van hoe dierenartsen zulke dingen doen. En daardoor kunnen we dus met meer zorg naar het dier kijken wat wordt binnengebracht. Nou, het is zo mooi geworden omdat we gelukkig wat sponsoren gevonden hebben die hebben willen meebetalen aan de verbouwing. We hebben onder andere een stucadoor gevonden die het stukwerk voor zich op zich heeft genomen. Verder hebben we heel veel zelf verbouwd, gewoon ook puur om de kosten te drukken, zeg maar. Want verbouwen kost toch een hoop geld. En door het in eigen beheer te doen, hebben we het voor een redelijk bescheiden bedrag kunnen verbouwen. Ach, wat heb je meegenomen? Een uiltje. Een jong uiltje, die is zonder ouder gevonden in vlakbij een werkplaats. Ja. Dus hij was heel erg gestrest. Als er iemand dus een vogel komt brengen hier, dan zit er iemand achter onze receptie. Mensen vullen een registratieformulier in, daarop kunnen ze invullen waar het dier gevonden is, wat er eventueel mee is gebeurd. Dat is ook omdat we dat wettelijk verplicht zijn om een registratie bij te houden. Van daaruit gaan de vogels naar onze onderzoekskamer. Daar worden de vogels door een van onze vakbepalende medewerkers nagekeken. En dan wordt er ook dus dan beoordeeld of er een dierenarts nodig is of niet. En of er een medicatie nodig is waarvoor de dierenarts moet worden ingezet. En dan vanuit onze onderzoekskamer gaan ze weer door naar een van onze andere ruimtes waar je straks ook nog gaat kijken. Het is mooi dat Dominique zo goed bent gaan checken. Ja. Oh, dit is mooi. Dat is mooi inderdaad. Dit is het eerste deel van onze verbouwing, zeg maar. We hebben een aantal jaar geleden met het bestuur hebben we een plan gemaakt van waar we in de toekomst heen willen. We willen eigenlijk zorgen dat we ook in de toekomst de beste zorg kunnen blijven verlenen. En daarvoor zijn een paar dingen belangrijk. We hebben in het midden een ruimte, dat was vroeger een op zich staande ruimte. Dat was vroeger ons kantoor, onze kantine, onze vergaderzaal, onze educatieruimte, noem maar op. Eigenlijk alles in één. Nou, je kan je voorstellen dat dat gewoon niet lekker werkt. Want als je in een vergadering zit en er vallen achter elkaar mensen binnen die een vogeltje gevonden hebben, dan duurt of je vergadering 10 uur. Mensen horen dingen die ze nog niet zouden moeten horen. Buiten dat, als je dan zit te eten, dus daarom vonden we het heel belangrijk om ook voor onze medewerkers, zeg maar, optimale omstandigheden te creëren. Nou, dat hebben we dan gedaan door een aparte onderzoekskamer, waardoor je meer rust krijgt als vakbepaalde medewerker. Maar we willen ook graag een aparte kantine waar onze vrijwilligers en mensen die in de dagbesteding zitten, meer rust hebben tijdens hun pauze. We hebben een kantoor gerealiseerd waar, zeg maar, dan ik, maar ook mijn collega's rustig gewoon achter hun computer kunnen zitten en hun werk doen. Waar je een normaal gesprek kan voeren met iemand. De couveusruimte is ook al wat over verteld door onze penningmeester waarom het heel belangrijk is dat we het daar doen. Dus je moet soms ook heel goed kijken naar wat je je mensen moet bieden, zeg maar, wat voor faciliteiten, maar ook zorgen dat de dieren daarvan profiteren. Dus een fijne werkomgeving voor onze mensen is ook eigenlijk een hele goede omgeving voor alle dieren die moeten worden geholpen. Deze grote kooien, de zogenaamde uitwenkooien, zijn gebouwd op de schootsvelden van na de vesting. Eigenlijk Goois natuurgebied en mag hier natuurlijk niet gebouwd worden. Alleen deze kooien staan hier al zo lang dat ze gelukkig mogen blijven. En dat is prachtig, want het is niet alleen een mooi gebied, het is ook een gebied met een hele rijke geschiedenis. Dit maakt namelijk onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en dat is werelderfgoed. Ja, dit is beschermd gebied. Dit is echt cultuurhistorisch belangrijke plek. De bedoeling van deze plek is dat die open is. Het zijn de zogenaamde schootsvelden, die moesten open blijven in geval van dat er oorlog zou uitbreken. De gemeente Naarden, de voorganger van de gemeente Gooisemeren, heeft al gedoogd dat hier deze uitwenkooien kwamen. En vanuit de gemeente Gooisemeren zijn we het daar van harte mee eens dat dit is
wel bebouwing, maar ook niet echt bebouwing. Belangrijk dat dit hier is. Wij zijn heel betrokken bij de opvang van vogels om verschillende redenen. Ten eerste, ja, ik heb dierenwelzijn, zoals dat heet, in mijn portefeuille. Dieren zijn belangrijk, zowel de dieren die we thuis houden, maar ook de dieren in de natuur. De meeste dieren in de natuur die gebracht worden bij opvang, of dat nou vogelopvang is of de egelopvang in huizen, die hebben last van de mensen. Dat is door ons menselijk toedoen dat zij hier terechtkomen. En alleen al daarom vind ik dat wij een dure plicht hebben om voor ze te zorgen. Maar daarnaast, we weten in toenemende mate hoe belangrijk de natuur is. De waarde van de natuur, niet alleen recreatief, maar ook in het kader van het klimaat, de biodiversiteit. En vogels, waar gaat het hier natuurlijk om? Vogels maken echt onderdeel uit van die biodiversiteit. En wanneer ze bedreigd worden in hun bestaan, dan moeten we ze helpen. Voor hen, maar ook voor onszelf. In deze grote kooien worden ook de grote vogels opgevangen, zoals ooievaars, reigers en buizers. Dit is de speciale buitenren. En die is hier gekomen door giften van hele gulle gevers via een crowdfundactie op Facebook. En we willen nogmaals iedereen hartelijk danken dat het prachtige ding hier staat. Want hier kunnen de kippetjes en de gansjes en alles wat klein is lekker uitrennen. Hier. Ja, ja, Johan. Fladder jij maar even lekker door. Wij gaan even luisteren naar Marijke Helwegen. Ik ben Marijke Helwegen en ik geniet van mijn vogels in de tuin. En die zijn hier redelijk veilig. Maar niet overal zijn vogels veilig. Vogels hebben last van het verkeer, worden aangereden, worden vaak ziek, vallen uit het nest, hebben voer te weinig, worden gevonden. En al die vogels worden opgevangen bij Vogelhospitaal in Naarden. Maar daar is geld voor nodig. En donateurs en vrijwilligers om te zorgen dat die vogels weer op de poten komen. Ik zou jullie vragen, kijk eens of je een hele kleine donatie kunt geven voor het vogelasiel, het Vogelhospitaal in Naarden. Ik doe ook mee. En kijk eens of je als vrijwilliger daar een paar uurtjes per week iets kunt doen. Doen jullie mee? Dag! Aan deze kant van het gebouw zit de voedselkeuken. Hier wordt het eten voor de vogels bereid en klaargezet en afgewogen. En ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Elke vogel heeft zijn eigen voedselbehoefte. In onze voedselkeuken zorgen we dat alle vogels krijgen wat ze nodig hebben. Dat kan kant-en-klaarvoer zijn, vers voer zoals vissen en muizen, of voedsel dat we zelf samenstellen zoals appelhart. Appelhart bestaat uit appel, runderhart, universeel voer, roodpruim en insecten. De vogels krijgen minstens één keer per dag te eten. Een moment waar ze echt naar uitkijken. Helaas is het voer niet gratis. We proberen zoveel mogelijk van de beschikbare middelen aan de opvang en verzorging van vogels te besteden. Onze belangrijkste bron van inkomsten zijn de donateurs. Wil je zeker weten dat de vogels in het Vogelhospitaal te eten hebben? Word dan donateur. Het voeren van vogels is leuk en dankbaar werk. In het hoogseizoen, dat loopt van april tot en met juli, zijn we extra lang geopend om alle vogels de zorg te kunnen geven die ze nodig hebben. Elk jaar zoeken we vrijwilligers die in deze tijd kunnen helpen met het voeren, bijvoorbeeld door een paar uurtjes in de avond of juist overdag, wanneer de kinderen naar school zijn. Dit is de tuin van het Vogelhospitaal. Nou ja, tuin, het is meer een jungle ondertussen. Ik ga eens even kijken hoe het er verder uitziet. Dat kan ik beter niet doen. Deze tuin werd vroeger bijgehouden door vrijwilligers. En dat is nou precies het probleem, want die zijn er te weinig. We hebben hier mensen met allerlei achtergronden lopen. Stagiaires die een studie volgen in de richting van dierverzorging of diergeneeskunde. Oudere vrijwilligers die met pensioen zijn. Of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
die een veilige plek zoeken om middels een leer werktraject weer gewend te raken aan het werk. En mensen die gewoon heel erg dol zijn op dieren of vogels in het bijzonder en graag wat uurtjes vrijmaken voor dit mooie werk. Is dit wat voor jou? En ben je minimaal 15 jaar oud? Neem dan contact met ons op. Wat verwachten we van jou? Dat je zelfstandig kunt werken na een inwerkperiode. En dat je zelf prioriteiten kunt stellen en keuzes kunt maken. Zo. We zijn er alweer doorheen. Je hebt ons hele vogelhospitaal gezien. Je hebt ook gezien en misschien wel geleerd wat ons werk inhoudt. Wil je nou een bijdrage leveren? Dat kan altijd. Over bijdragen gesproken. Ik heb nog een aantal mensen die ik moet bedanken. En dat ga ik wel doen met een papiertje erbij, want anders vergeet ik mensen. Onze medewerkers. Erik Bruining en Judith van Brugge. Onze vrijwilligers. Kees Tegelberg, Kees Bruining en Helen Hofman. Ben Maton voor zijn camerawerk en ook nog de montage. Tanja Engelen, Visual Noise en Stokvis Producties voor de mooie videobeelden. Marijke van Helwegen voor haar indringende bijdrage. En iets zegt mij dat we binnenkort nog wel meer van haar zullen horen. Iedereen die met ons mee heeft gedacht, zoals Roel Meijer en Bas Kassan. Larissa Landré voor het bedenken, opzetten en voorbereiden van deze productie. En jullie natuurlijk voor het kijken. Ik ben Johan Verheij en het was een grote eer om jullie vandaag mee te mogen nemen door het Vogelhospitaal. Kijk vooral nog even op onze website. Dankjewel voor het kijken.